Naast mij staat Nel Persoons. En Nel Persoons is al 60 jaar lid van de Gezellen van de Spelen. Nel, waarom wilde jij toneel gaan spelen? Ik vind het heel erg leuk om in iemand anders zijn huid te kruipen. Kijk. Nou, dat is, heel, dat is heel kort. Hè? Wat was je eerste stuk? Kun je je nog herinneren? Uh, dat was Elkerlik in het Natuurtheater. Want toen speelden de Gezellen van de Spelen nog zelfstandig in het Natuurtheater. Dus toen was het nog geen vos? Nee. En toen speelde je ja, als kind dus mee, zeg maar, als ja, ik jongen? ik was uh, net 16. Ja. En mocht je dan voor de eerste keer meespelen? Ik werd gevraagd. Ja. Maar was het niet zo dat je al bij de jonggezellen was? Ja, 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 ja. Dan ben ik van de opbrengst af, ben ik daarbij geweest. Ja, ja. En zodoende kwam je automatisch in het theater terecht. Ja. Uh, welke rol uh, vond je eigenlijk het mooiste en in welk stuk voor jouzelf? Dat vond ik truus. In het stukje Vakantie aan de Velen van de familie Bruinsma, daar vond ik wel zo'n leuke rol. Ja. Dat vond ik hartstikke leuk. Dat was ook wel een beetje op jouw lijf geschreven, hè? Nou, ik was dan nogal een doos, dus dat, dat weet ik dus niet. Nee, maar toen in dat stuk wel. In dat stukje wel, natuurlijk. Ja, er ja, ja, was heel veel hilariteit, daar kan ik me nog wel aan herinneren. Ja, naar, dat ja. klopt. Dat was een heel erg leuke rol samen ja. met Huub van den Bogaert. Ja. Je zit ook al uh, in het bestuur van de Gezellen? Al heel lang, of je hebt er al heel lang in gezeten, denk ik? Ik heb uh, in het natuurboek gekeken van vroeger en dat is mijn eerste verslag is in 1961. Oh, dus je moest uh, gelijk aan de bak. Ja, want was, er was geen bestuur meer. Dus, uh, en hoe lang heb je dat gedaan? Ik heb je bestuurd? Over het uh, hele 60 jaar. Ik denk toch zeker wel 35, 40 jaar, want ik ben er een tijdje uit geweest natuurlijk, met, uh, door allerlei omstandigheden. Mm -hmm. Maar ik denk er wel 40 jaar. Ja, ja. En uh, je hebt ook bij De Vos gespeeld natuurlijk, hè? Ja. En wat was daar, wat vond je daar welke mooie rollen? Ik heb daar gespeeld van, want wij hebben zelf De Vos opgericht. Ja. En uh, toen was het eerste stuk, dat was Fwente Overgoena. Maar van tevoren, toen speelden de gezellen van de Spelen dus uh, zelfstandig nog in, de, in het Openluchttheater en toen heb ik hele leuke rollen gespeeld ook. Ja. Van alles, uh, Liefvrouw hooi en uh, de, de Badmutsen uh, en ik weet niet, allemaal een hele hoop van die leuke stukken. Ja. En later is het meer richting uh, musical gegaan hè? Ja, ja. Maar daarnaast heb je ook natuurlijk in, uh, in de kunstging ook nog in de Revue gespeeld. Ja, was ook heel erg leuk. Ja, dat was echt geweldig. Bij carnaval speelden we dan de revue. En we waren allemaal nog jong en ongetrouwd. Dus we konden met z'n allen naar de rand op stap. Ja. <laughs> dat was heel erg leuk, ja. ja. ja dat waren ja. ook eens mooie tijden, hè? Ja, dat waren heel mooie en tijden. En nu ben je vaste bezoeker van de revue, denk ik? Ja, 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 tuurlijk wel. Tuurlijk, want de revue is nog steeds een klein beetje van ons. Ja, ja, ja van de gezellen. Van de gezelle. Als je nu denkt van, ik zou die of die rol zou ik ook nog wel eens willen spelen. Wat denk je dan aan? Ja, die van Truus. ja Dus je, je speelt het liefst uh, komische rollen, ja. kluchten. Ja, ja. Ja. En uh, ja, eind van de maand uh, dan speelt de klucht. En welke rol heb je daar dan in? Ik ben moeder-overste. Ik ben een hele strenge moeder-overste. Oh, dat heb je het geschopt. Ja. <laughs> ja. Ik bedoel, dat is toch heel belangrijk, een moeder-overste in een stuk. Want die zou het stuk toch moeten dragen, denk ik voor een deel. Nou, de regisseur zegt dat hij veel vertrouwen in mij heeft. Ik hoop dat ik het waar kan maken. Ja. Nou, het is in ieder geval zo dat we, dat we komen kijken, dat is duidelijk. En ik, ik wens jou, en met name dit jaar namens LOVO, dat het een groot succes ook voor jezelf mag worden. En, en dat het heel leuk zal zijn, inderdaad. En dat iedereen weet te waarderen dat er iemand staat op het toneel die al 60 jaar de hobby op die manier uitvoert.